Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Graafschap Zuid en Stichting Boei. We zijn hier vandaag bij de Drukcultuurfabriek hier in Ulft. En het gaat gebeuren, de Olympia's Tour 2013. Het is vandaag de derde etappe van in totaal 6 etappes. En de derde etappe is zeg maar de etappe van de gemeente Oude IJsselstreek. We beginnen hier in Ulft en we zullen finishen rond 5 uur ongeveer in Gendringen. Deelnemers vanuit heel de wereld zijn hier bij elkaar gekomen om lekker te fietsen. Ook begroeten Michael Vinken, die in België ook nog een mooie rit heeft gewonnen recentelijk. En die daar geweldig goed op de deur heeft geklopt. Vandaag de gemeente Oude IJsselstreek, de Achterhoek. Wat zijn je verwachtingen? Nou ja, ik ben hier eigenlijk in dienst voor de ploeg. En, ja, mijn vorm is iets minder dan ik gehoopt had, maar ja, ik ga me gewoon inzetten voor de ploeg. En kijken of we de mannen vooraan af kunnen zetten. Ja, het is vandaag de derde etappe. Hoe is het van de week gegaan, persoonlijk? Persoonlijk, nou ja, iets minder dan ik gehoopt had, maar... Ja, wat ik al zei, ik ben hier voor de ploeg en dat is het belangrijkste. Ja, vandaag de Achterhoek, heb je daar ook bepaalde verwachtingen van? Of, Nee, ik koers hier eigenlijk niet zo heel veel. De vorige keer was Olympia's Tour 2 jaar geleden. Ja. En eigenlijk voor de rest niet zo veel. Nee. En hier gaat het gebeuren, hier in Ulft, de Drukcultuurfabriek. Hier gaan ze starten zo dadelijk. En deelnemers komen overal vandaan, namelijk Australië, Nieuw-Zeeland, Nederland, België, Griekenland, noem maar op. Het is nog rustig, dat komt ook denk ik een beetje door het weer. Hier staan mensen, ja, Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland, ja! Yeah. From New Zealand. Ja, waarom? To watch Hayden McCormick. Hayden McCormick, he's in the New Zealand team. Yeah, and is he family from you? Family, yeah. How's the weather? Oh, today it's a bit lousy, but it's been good so far. Yeah. Cold. And how long do you stay here? For another 3 weeks. Yeah, we've been here 2 weeks already. Enjoy it. Oh, we are. We hebben inmiddels al meer dan 60 edities gehad, hè, van toch de tour. Hoe bijzonder wordt deze editie? Ja, het is wel bijzonder dat we nog alles voor elkaar kunnen krijgen financieel. En dat is heel bijzonder. Waar komt u zelf vandaan? Ik kom uit Ulft hier. Hier gewoon uit Ulft. Ja. Ja, en er is toch wel elke keer weer een boost ook, hè, voor de gemeente Oude IJsselstreek als hier gefietst wordt. Ja, we zijn wat dat betreft enorme fanaten hier. Maar Gendringen, waar het eigenlijk oorspronkelijk vandaan komt, dat bestaat geloof ik al wel 40, 50 jaar, of zoals je net zei. Ook. Dus wat dat betreft, we weten van de hoede en de rand hier. Dus, wat zijn de toppers van dit jaar? Dat zou ik echt niet weten. Ik bedoel, met de namen, ja, ik hoor wel een Van Amersfoort of zoiets. Ja. En dat is wel een van de kanshebbers, want die heeft vorig jaar geloof ik ook al goede zaken gedaan. En die zou prof worden, maar tenminste een echte prof. Maar dat heeft hij nog niet gered, dus hij probeert van het jaar dus met... Even betere uitslagen om toch nog alsnog die overgang te maken. Ja, ik denk toch dat u ook ontzettend benieuwd bent naar de uitslag en hoe het verloopt vandaag. Hopen dat de zon een beetje doorkomt. Dat vind ik het belangrijkste. Weer. En dan komen er ook veel mensen. En als het slecht weer is, dan zie je bijna niemand. Nee, we gaan ervan genieten. Dank u wel. Okay, dank je wel. Where do you come from? Australia. What's your name? Alex Clements. And what do you expect of this tournament? It's going to be flat and windy again today, I think, and a nice hilly stage tomorrow, so looking forward to that. Yeah, and how is the weather for cycling? It's great. It's nice roads and really looking forward to today's stage. What do you think? Do you going to win today or? We've got a couple of guys in our team that are up on GC, so hopefully look after them and get through the stage and see how we go at the finish. Yeah, good luck and enjoy it. Thank you. Er is toch niks mis met de fiets, hoop ik? Nee, natuurlijk niet. Nee? Alleen maar controleren of alles goed is. Ja, dat is allemaal in orde nu? Ja, nu is alles goed, hè.
Ja, vandaag in de Achterhoek, wat zijn je verwachtingen vandaag? Ja, ik denk weer een dag met heel veel wind en ook lastige sleutelronden. En ja, gewoon kijken, natuurlijk altijd proberen in de eerste waaier te rijden. Wanneer dat lukt, wil ik natuurlijk ook een uitslag rijden, maar ja, het is heel moeilijk in de eerste waaier te komen. En dat is de eerste doel in de rit, dat lukt. Ja, morgen gaan we naar het zuiden van het land. Verwachtingen daarvan, zie je er tegenop? Ja, we hebben een heel sterke ploeg hier. En we hebben de rit verkend vorig donderdag. En het is echt heel, heel lastig. En ja, dan moet je echt heel sterk zijn om daar vorne te eindigen. En ja, ik denk dat we echt een heel goede ploeg hebben. En een goede plan maken. En dat ja, iemand van de Rabobank-ploeg goed eindigt. Ja, veel succes en geniet van het uitzicht, hè? Ja, bedankt. Ja, we zijn inmiddels aangekomen hier in Gendringen in de Oude IJsselstreek, waar de finish is van de Olympia's Tour 2013. De derde etappe, dus vandaag in de Achterhoek. Het wordt nat, het is nat moet ik zeggen, en het is nog vrij rustig, maar dat wordt straks wel anders. Ja, goed van u dat u toch komt kijken. Ja, wat dacht u dan? Met het weer. Ja, het is slecht weer, hè? Wat jammer. Vanuit Winterswijk ook nog. Helemaal vanuit Winterswijk voor dit? Voor dit even, ja. Ja. En wat vindt u ervan, wat u heeft gezien? Ja, vind ik leuk. Ja? Ja, natuurlijk. We hebben vroeger, ook altijd, vroeger gingen we ook altijd hierheen. Ja. Als de ronde van Gendringen was. Het gaat hard, hè? Ja, het gaat heel hard. Maar het is toch leuk? Ja, het is zeker leuk. Van slechte weer. Gefeliciteerd! Ja, dank u wel. Ja, hoe ging het? Ja, het ging best wel goed. Slecht weer, maar de benen zijn goed. Ja, wat een drama hè, vandaag met het weer. Ja, het weer werkte niet echt mee, maar dat is ook Nederland en dus ook Olympia's Tour. Ja, als je terugkijkt op de hele week, hoe gaat het tot nu toe? Ja, voor mijzelf en de ploeg gaat het gewoon super goed. En komen twee hele belangrijke dagen aan en daar gaan we proberen het klassement naar onze hand te zetten. Ja, gefeliciteerd nogmaals en rust lekker uit. Yes, dank u wel. Chef Vermeulen, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, tevreden? Ja, heel erg tevreden, zeker. Ja, hoe ging het vandaag? Ja, ging hartstikke goed. Ik voel me al 3 dagen heel erg sterk. Ja. En ik zit er ook al 3 dagen bij, dus het gaat echt voor de wind. Ja, morgen schijnt toch een zware dag te zijn. Ervaar je het ook zo? Ja, zeker. Ik ben absoluut geen klimmer, dus voor mij wordt het heel zwaar morgen. Ja. En
En als je toch even terugkijkt op deze route van vandaag, wat was nou zo mooi? Ja, ik ben hier vorig jaar onderuit gegaan en daar heb ik toen heel veel last van gehad. En vandaag had ik een sportieve revanche. Ik wou laten zien dat ik hier ook gewoon mee kon doen voor de overwinning en dat is gelukt. Ja, geniet nog van het moment en succes morgen. Ja, dankjewel. Nou, ik had graag die witte trui behouden. Het scheelt nu een seconde, denk ik. Ja, dat is gewoon jammer. De mannen hebben vandaag heel hard gewerkt voor mij. Kijk, en dan wil je dat natuurlijk het liefst die leiding behouden, maar dat zat er gewoon niet in. Het was vrij hectisch in de finale en ik ben niet de grootste held dan als het daarop aankomt. Maar ik heb mijn best gedaan en in ieder geval nog een trui en tweede in het klassement en morgen kan er nog veel gebeuren. Ja, en wat ga je zo dadelijk als eerste doen? Nou, naar het hotel. We moeten nog naar Limburg, dus in ieder geval de kachel heel hoog aanzetten in de auto, want ik heb het ijskoud. Dus, Goed opladen en morgen weer een dag. Dat is het belangrijkste, gewoon goed herstellen en morgen gaat de belangrijkste dag worden. Ja, ook goede kansen voor jezelf? Ja, ik denk het wel. Ik voel me goed en ik heb daar heel veel vertrouwen in. Zet hem op morgen. Dankjewel. Erop, hè? De Olympia's Tour hier in Gendringen. We begonnen eerst in Ulft en vervolgens vele kilometers verder hier in Gendringen. De winnaar is bekend. Het was mooi, maar helaas wel nat. Graag tot volgend jaar. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Rabobank, Graafschap Zuid en Stichting Boei.